Wethouder Javier Cornelissen en projectleider Helene Esheus hebben samen de officiële aftrap verzorgd van de aanleg van Doepark De Hagen. Dat deden zij door zaadbomen te strooien in het Hagenpark, de plek waar het Doepark gaat komen. Het is een fantastische dag en ik ben onwijs blij met zoveel mensen die hier staan. En heel blij dat de wethouder het park heeft geopend. Dus dat we kunnen gaan starten met de werkzaamheden. We gaan als eerste beginnen met de natuurspeeltuin. Dus dat is een natuurlijk spelen voor kinderen. Eigenlijk een beetje van 0 tot en met 12. Dus we gaan twee gedeeltes maken. Eén voor kinderen van 0 tot en met 6. Dat die veilig onder toezicht oog van ouders of wie dan ook kunnen spelen. En daarnaast nog een speeleiland voor oudere kinderen die op hun eigen niveau lekker kunnen klimmen en klauteren en actief bezig kunnen zijn in de natuur. Er komt ook een bewegen- en beleeftuin voor ouderen, maar dat is wel in een andere fase. In eerste instantie gaan we nu met de natuurspeeltuin starten. Aansluitend gaan we de buurtmoestuin starten. Daar kunnen natuurlijk ook ouderen zeker een rol spelen, dat hopen we ook heel erg. En aansluitend gaan we dus die bewegen- en beleeftuin maken. Volgens mij heel mooi het initiatief wat Stichting het Natuurhuis heeft om hier een doepark te realiseren. En dat ze die ruimte ook krijgen nu van de gemeente om hier een mooie groene oase midden in de stad te maken. Het past ook heel mooi bij Almelo. We zijn Almelo, de groene en blauwe stad zijn we eigenlijk. Hè? Veel water en veel groen hebben we hier al gewoon. Veel dankzij de Graaf. Maar je loopt hier zo naar de Graaf en Allee toe. Maar het is wel mooi dat hier nou in het centrum dit park echt een groene oase gaat worden. Ja. Het sluit mooi aan bij het karakter van deze stad. Ja, wij hebben hier een mooie binnenstad waar het goed vertoeven is. Waar ook nog heel veel wordt geïnvesteerd en heel veel wordt gedaan. Het water wordt teruggebracht in de stad. En je loopt hier zo en het is bijna uniek. Ik denk in heel Nederland dat wij een stad hebben waarbij je vanuit het winkelcentrum binnen 5 minuten gewoon eigenlijk in het bos en in het groen rondloopt. Die zaadballen, wordt dat nog wat? Of, Ja, dat is leuk hè? Ja. Nou, het is waanzinnig leuk ook om dat samen met kinderen te maken. Maar je maakt dus een bal van klei en van aarde en daar doe je dus de zaden in. En die gaan dus door de regen gaan ze open en dan krijg je inderdaad echt gewoon nieuwe planten. En dat is heel goed voor de biodiversiteit hier in het park. We willen dus heel graag deze groene grasmat, dat we daar echt veel andere soorten terugkrijgen. Dus andere bloemen en planten die echt vlinders en bijen aantrekken. Dus dat het echt goed is voor de natuur. Ik hoop dat we met z'n allen de schouders eronder gaan zetten en dat we hier een heel mooi park voor elkaar gaan maken. Wij bestaan 150 jaar. We zijn begonnen in Hengelo natuurlijk in 18 zoveel. En wij vieren het feestje mee. En het is ook 20 jaar geleden dat wij samen zijn gegaan met boekhandel Hilarius. Even terug naar het begin. 150 jaar Broekhuis, maar het geldt niet alleen voor Almelo. Nee, zeker. Nee. We zijn begonnen in Hengelo. Wat is de specialiteit van boekhandel Broekhuis? Onze specialiteit? Dat wij gewoon heel veel weten van boeken. Liefde hebben voor boeken. Proberen onze liefde voor boeken, onze passie over te brengen. Verhalen vertellen over boeken. Schrijvers uitnodigen. Een ander aspect is de ontlezing. Men zegt dat er steeds minder wordt gelezen. Vinden jullie dat ook? Het is niet mijn ervaring. Want ik vind eigenlijk dat er wel ook een soort opleving is van bijvoorbeeld van de jongeren. Er is ook zo'n groep waarvan ik dacht van nou, als je groep 8 gehad hebt en dan ga je naar de middelbare school, dan wordt een tijd niet gelezen totdat je weer moet lezen. Maar dat er nu een hele groep is, omdat er ook speciaal van de young adult boeken zijn gekomen. En dat er een hele groep is die hier lekker in de boekhandel komt sneupen en dan een boek uitzoekt. En elkaar ook aansteken natuurlijk van dat is een leuk boek, dat is een leuk boek. 150 jaar Broekhuis, er is ook een boek verschenen, klopt dat? Ja, die is gisteravond gepresenteerd. Toen hadden we een jubileumavond in de Schouwburg in Hengelo. En die is gepresenteerd aan de 4 burgemeesters van Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, waar wij onze winkels hebben. En Joep Scheffer heeft het geschreven. En wie is Joep Scheffer? Joep Scheffer. Ik zal je even een gezicht laten zien. Ik weet niet zoveel over Joep. Hij heeft een tijdje bij Broekhuis gewerkt. Onder andere. En hij... Wat zei je? In de uitgeverij heeft hij gewerkt. Dit is Joep. Naar de toekomst kijkend. Ja. Hoe ziet hij voor Broekhuis boekhandel eruit?
ik hoop dat we steeds weer verder gaan. Dat we nog een keer een jubileum kunnen vieren. En nou, misschien nog veel langer. Ja. Wanneer spreken we elkaar weer? Nou, ik weet niet of ik het volgende jubileum hier nog meemaak, maar over 25 jaar dan. Linda Bumans, wat bent u aan het doen? Ik ben een beeld aan het schuren, aan het afwerken. Duurt dat lang, zoiets? Ja, ik schat dat dit een week of vijf schuren is, want er zitten heel veel hoekjes in. En die moeten allemaal mooi strak zijn en alle krassen moeten eruit. Ja, dit is geïnspireerd op Almelo, Almelo Waterstad. Dat zijn dus verschillende bootjes, twee bootjes. Ik zal het even van de onderkant laten zien. Ik denk dat dat lukt. Het zijn twee bootjes die wiebelen. En er zit nog een reddingsbootje op. En veel huisjes. Dus als je nu op Indië kijkt, dan gaan ze weer kanalen graven en daar gaan huizen in. En dan krijg je dus dit. Ik ben hier heel blij mee dat de Stegen mij de kans geeft om hier te werken. Dat vind ik geweldig mooi. Prachtig sheddak, mooi licht, goede ruimte. De oude, het industriële. Het geeft gewoon veel inspiratie. Ja. Daar ben ik wel overheen inmiddels. Het heeft wel lang geduurd. Ik heb wel een blokkade gehad van een paar maanden. Maar inmiddels gaat het weer helemaal goed en heb ik weer veel ideeën en ben weer lekker aan het werk. Ja. Ja, het werk krijg ik niet meer terug. Wat vernield is, is weg. Maar ja, ze krijgen mij niet zomaar klein. Ik heb nu een expositie in Hof 88. Samen met Maarten van Aken en Elsbeth Kochjes. Dat is een prachtige expositie. Dus ik zou zeggen, ga allemaal kijken. Het is open elke dag van 1:30 tot 5:00. Dinsdag tot en met zondag. Dus ik zou zeggen, ga er kijken. Dan kun je zien wat ik doe. Ja, oké. Okay. Veel plezier dan. Dankjewel. Ali Wijnreder, ik hoorde dat jij vandaag voor het allerlaatst op de peuterspeelzaal van de Montessori school bent. Ja. Hoe voelt dat? Heel bijzonder. En heel dubbel. Ja. Hoeveel jaren ben jij het gezicht van de Montessori peuterspeelzaal geweest? 31,5 jaar. Je hebt zoveel jaren op die peuterspeelzaal rondgelopen. Wat vond je een van de allerleukste, mooiste momenten die jij meegemaakt hebt? Ja, er zijn er heel veel, maar de eindmusicals van groep 8, die kinderen hebben wij gehad, dat je die nou uitzwaait, dat ze de hele Montessori school hebben doorlopen, want dit was de bedoeling, hè, een kwikwijver voor de Montessori school. Het was een keer een vergadering bij ons thuis en toen vroeg de toenmalige directeur Jan Rol of ik op de Montessori school geen peuterspeelzaal wilde oprichten. Nou, dat heb ik gedaan in 1986. Dus dit is mijn kindje eigenlijk. Je hebt het helemaal zelf opgestart. En wat is er straks na die peuterspeelzaal voor jou? Want ja, je bent zoveel jaren dat gezicht van die peuterspeelzaal geweest. Wat ga je nou straks allemaal doen?
Nou, ik was al oppasoma dinsdag. En dat blijf ik ook doen. Maar we hebben ook een boot. Dus we gaan lekker... De boot moet nog uit water. De onderkant moet nog gekoot worden. En dan gaan we gelijk schilderen als die er toch uit is. En dan gaan we naar Berlijn varen in mei. Het ziet er gewoon eng uit. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het ook hartstikke leuk dat ik er dit jaar samen met Lieke stond. Dit is Lieke. Hi Lieke, je hebt een fan bij. Hallo. Ja, dat is wel leuk. Bijzonder goed, hè? Ja, weet je, het is, ik sta er volgens mij al voor de derde of vierde jaar achter elkaar. Het is ieder jaar weer feest en altijd weer raak. Alleen het was voor mij wel leuk om het dit jaar in combinatie met Lieke te doen. Zodat we ook de show gewoon verfrissend en verrassend houden. En dat is zeker geslaagd. Ja. Vond ik ook. Ja, ik ook. Vond Lieke net zo goed bijna. Vind je niet? Ik vond het zelfs nog beter. Ja. Ja, ik wou het niet zeggen. Lieke, ik vond je erg goed. Dank u wel. Heb je een band met Almelo? Ik heb wel wat vrienden er wonen, maar voor de rest, nee. Ik kom er eigenlijk niet zo vaak eigenlijk. Maar ik vind het wel een hele leuke plek. Ja. Kom je volgend jaar terug? Ja, zeker. Als het kan. Heel graag. Als het kan. Ja. Als Jess het wil. Nou ja, het ligt natuurlijk niet aan ons. Kijk, we moeten even de directeur erbij. Meneer de directeur. We moeten hem eigenlijk roepen. Als jullie hem allemaal even roepen. Ik denk dat is een roepnaam die jij hem gegeven hebt. Ja. Zeg maar directeur. Maar als de directeur het goed vindt? Als de directeur het goed vindt, dan zijn wij er volgend jaar weer hartstikke bij. En ja, weet je, ik vind het al een eer dat ik hier al de derde of vierde jaar mag staan. En kijk, daar hij komt er niet aan. Oh, hij is... Hij is gevlucht. Hij zit alweer in Groningen. Anik! Nee, maar we gaan het zo doen. Als wij er volgend jaar weer gevraagd worden, dan zullen wij er 100% zijn. Dikke shout-out naar jullie, het is je boy, SR. Het was een mooie traditie. Hey, bedankt, hè. Combinatie. Samen. Ja, is dat geregeld al? Bij deze. Ik heb de directeur gevonden. Ze willen namelijk... Jongens, komen jullie er even allemaal bij staan? Ze vonden het zo gezellig met Lieke. Men wil dat ik nu alweer een toezegging doe. Ik vond het ook heel gezellig over met Lieke. Lieke, kom erbij. Je vond het zeker minder gezellig met mij, hè? Ja, nee, ik blijf altijd geweldig. Ik vind het altijd heel gezellig, heel erg leuk. Nou, en als je aan de leerlingen die in de zaal zaten, als je dat hoort, nou, dat is toch gewoon top. Ja. Jongens, willen jullie ons volgend jaar weer erbij? Ja! Nou. Dan weet ik het heel goed gemaakt. Voor alle Almelo's. Als deze meneer voor de helft komt, dan gaat het zeker door. Als hij voor het volle pond komt, gaat het misschien door. Nee, ik vind het echt geweldig leuk. En Lieke, wat mij betreft, zien we elkaar volgend jaar weer. Leuk. Dank jullie wel. Okay, dan Paul, shout-out aan jullie. Op de fietsen,
Mangs, als ik op de fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar als ik denk, dan denk ik niet te vallen als kan, maar iemand nog verdacht.